welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag een update video. Ik ben onderweg naar Fort Pinta. Want de update video van vandaag. Dus ja, vandaag een update video. Er komt waarschijnlijk nog een video online vandaag. Maar dan een Sims video. Want ik was heel druk bezig. Eigenlijk de laatste tijd met terug de Sims opstarten. We hadden natuurlijk al de Sims 3. Omdat er daar paardjes in voorkwamen, hadden we die. Maar eigenlijk ja, zijn die niet zo'n grote meerwaarde gebleken. Dus daarom hadden we iets van, ja, oké, willen ze allebei. We willen de mogelijkheid om de paardjes te kunnen blijven behouden in de Sims 3. Maar we willen eigenlijk ook de Sims 4. Dus wat heb ik gedaan? Het was al heel lang geleden dat ik nog eens naar de Sims dat we nog eens de Sims gedaan hadden, zoals de Sims 3. En ik had er heel veel gezinnetjes die nog onafgewerkt waren. Dus ik heb een video gemaakt om eens terug een paar van één gezinnetje te gaan bezoeken. En dan starten we ook binnenkort met de Sims 4 reeks. Maar nu, eerst het belangrijkste. De Star Stable Update. Ik ga eventjes het nieuws ernaast nemen. Want dan is dat wat makkelijker. Nee, nieuws. Oké, dan vergeet ik niks. Goed. Dus wat het belangrijkste in deze nieuwe update is, het nieuwe paard, de Akalteke, heeft een upgrade gehad. Dus er zijn er 3 die gereleased zijn vandaag. En dat is een Perlino-kleurige, een Isabel-kleurige en een roetbruine Isabel. Dus wat gaan we doen? We gaan die eens even gaan kijken. Er staat eentje in Fort Pinta en er staan er 2 in de Silverglade Wijngaard. Fort Pinta kan iedereen kopen. Voor de die in de Silverglade Wijngaard moet je level 13 bereikt hebben. Dus we gaan eens eventjes gaan kijken naar het paard. Waar die staat. Zo. Ik ga eens eventjes kijken. Kijk, hier staat hij al, de Akalteke. Dat is die heel licht kleurige. Je kunt hem meteen kopen. En ze kosten 850 starcoins om hem te kunnen kopen, eigenlijk. Ja, reputatie moet je niet verhogen. Dus dat is die heel dat is de enige die hier staat. Dus cool. En voor de rest gaan we eens gaan eventjes gaan zien bij de Silverglade Wijngaard. Ik ga eventjes de paardentaxi bellen, want ik zit daar niet zo heel ver vandaan. Met mijn thuisstel. Wat is er? Zijn nog veel nieuwe dingen. Dus er is een gloednieuw luisterverhaal. Iets nieuws. Dat Star Stable introduceert. Een luisterverhaal over Lisa Peterson. Volgende week komt trouwens dus het springsetje van Linda online. Ga je dat kunnen kopen? Maar ze hebben al gezegd van ja, met de hele oude paarden. Kunnen die niet erop. Maar bij de nieuwere versies van de paarden kunnen ze wel op. Als je wil weten als jouw paard in aanmerking komt voor die nieuwe springset of niet, dan moet je eens even kijken bij het Star Stable nieuws. Daar staat goed uitgelegd welke paarden er in aanmerking komen. De meeste eigenlijk wel hoor. De meeste lukt het wel. Het is gewoon die eerste generatie en de 1.5 starterpaarden. Dus als je je starterpaard niet vernieuwd hebt. Weet, vorig jaar kon je daar je starterpaard een nieuwe uitzicht geven. Als je dat niet gedaan hebt, dan denk ik dat voor die oudere generatie dus het springsetje niet gaat passen. Tot zover deze info. En we gaan eens even gaan kijken naar onze nieuwe stalletjes. Als de Akaltekens er staan. En niet hier. Oh, daar. Zat er daar een nieuwe? Oh, dat is die mooie. Die vond ik echt wel super mooi. Dat is nog één dat ik zou willen, denk ik. Ja. Hey, vriend.
Die vind ik mooi, zo met zijn vlek op zijn voorhoofd. Het gouden paard met een lichaam zo slank als dat van een jachtluipaard. Een prachtige glanzende vacht. En wordt getemd door nomadische stammen, Turkmenistan. Ja, amai. Dat is heftig. Ja, dat is dus de geschiedenis van de Akalteki. Het gouden paard is echt een paard dat je moet koesteren. Alright. Deze vind ik wel iets hebben. Mooi, 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 mooi. Dus die gaan we even kijken naar deze. Daar. Niet zo snel. Och, jij bent ook mooi. Dat is die roetbruine. Ja. Jij bent ook mooi. Och, ik vind het ook tof, zo die... Ja. Ik heb nog geen, dus er komt zeker eentje in mijn stal. Dat weet ik 100% zeker. Welke het wordt, weet ik nog niet. Ik vermoed een van deze twee hier op de wijngaard. Maar dat zien we dan wel nog. Het verdere nieuws. Er is iets ook aan de hand in Greendale. Dus we gaan misschien eventjes naar Greendale. Want wat is er daar aan de hand? Ja, een kleine mini-missie. Een kleine mini-missie dat je kan doen. Maar je moet wel Lisa bevrijd hebben uit Pandoria om deze mini-missie te krijgen. En wat is er aan de hand? In de Greendale-bossen klinkt er muziek om de een of andere reden. Even kijken. Greendale, dat is... noemen ze weer? Niet Goldspur, de andere. Sunfield. Nee, het is Goldspur. Hier, boerderij Goldspur. Oké, daar gaan we. En we gaan eventjes naar Greendale. Dus wat is er? Ruiters die de bossen van Greendale doorkruisten melden ons dat ze iemand hoorden zingen. Waar komt die muziek vandaan? Ga er naartoe om op onderzoek uit te gaan. Om deze mini-missie te kunnen spelen moet je Star Rider zijn en de missie hebben voltooid waarin je Lisa uit Pandoria bevrijdt. En ik heb dat gedaan. Dus even gaan zien. En dan gaan we misschien toch ook eens het luisterverhaal van Lisa checken. Ondertussen kan ik zeggen dat er in de Star Stable Horses app een nieuw paard is. Het is Noord-Zweeds. Even zien. Gaat die aangeduid staan? Dan moet ik echt heel dat bos doorkruisen. Even het Greendale bos. Hoi, arrogante Morgana. Die is echt zo lomp altijd. Hè? Vind je dat niet? Oh. Ik ga eens even kijken op mijn kaart. Oh, we moeten naar daar. Nee, dat is Epona. Dat staat hier niet aangeduid. Dus. Het staat niet aangeduid! Ja, dus moeten we op onderzoek uit, hè. We gaan hem al tegenkomen. Lalalala. Voor jullie ga ik dat wel versnellen, hoor. Het is zo precies waarbij... Als ik de foto zie... Zo, ja, maar dat lijkt er allemaal op elkaar, hè. Tjonge, jongen. Ja, zo bij zo'n dingen, zo. Zo'n uitsnijdselstoestanden. Allee, kom, we gaan een beetje lopen... Ik zou zeggen, als jullie een geel uitroepingsteken zien, roept, maar dat gaat. Zal het een beetje bij die hut zijn of zo? Is er hier links iets geels? Oké, een geel uitroepteken. Kom aan. Eigenlijk om goed te zijn, moet je dat bos uitkammen. Volgens mij ben ik aan het terugkeren, nee. Oh, oh, ben er. Ik heb hem. Even luisteren. Alright. Horen jullie dat? Thank you.
Wow. Oké, mooi. Goed, ik ga eventjes de missie doen. Maar kijk, ik ga eerst even de voordeur openzetten, want Aura komt straks thuis van school. Zachtjes klinkt een mooie melodie door Greendale. Inderdaad, Texas Bluebell. Oh, het is dat luisterverhaal. Oké. Ik moet de melodie volgen waarschijnlijk. Oh, cool. Oké, we volgen de muzieknootjes. Dat is wel een heel mooi nummer eigenlijk. Ik vind echt dat de nummers die Lisa maakt, het soundtrack dat Star Stable daarvoor maakt, echt wel coole nummers zijn. Oh, ze zit daar. Olympia, hoi. Kom niet te snel dichtbij, dan schrikt het veulen. Hoi. Ik vond hem hier helemaal alleen toen ik met Starshine een rit door het bos maakte. Hij was helemaal koud en hulpeloos toen we hem vonden, helemaal in zijn up en geen idee waar zijn moeder naartoe was. Toen ik hem daar zo zag, brak mijn hart wel in 1000 stukjes. Maar waar is de moeder? Dat wil ik uitzoeken. Een vulling hoort bij zijn moeder. Ik ga hier even snel rondkijken of ik de moeder kan vinden. Mocht het allerergste gebeurd zijn, dan regel ik dat wel. Olympia, ik zou het fantastisch vinden als je op het veulen kon passen terwijl ik rondkijk. Wil je dat voor me doen? Tuurlijk. Natuurlijk. Ik wist dat ik op je kon rekenen. Ik probeer zo snel mogelijk terug te zijn. Starshine, zou je een helpende hand? Of hoeveel bieden terwijl ik weg ben? Oké. Ik bescherm hem met mijn leven, Lisa. Hoor je dat, kleine vriend? Je bent in goede handen met deze twee. Ik ben zo terug, dat beloof ik. Oké. Ik voel me wat onrustig. Oké. Starshine. Het jong vertrouwt je nog niet helemaal. Kom voorzichtig erbij en kijk of hij toestaat wat je aanraakt. Als je het rustig aan doet, vertrouwt hij wellicht. Oké. Rustiger, maar stoot zachtjes met zijn snuit tegen je aan als hij honger heeft. Toen Lisa en ik dit vullen vonden, was hij op sterven na dood. Ogenblikje. Ja, er is een extra missie. Maar je moet wel Lisa uit Pandoria gered hebben om de missie te krijgen. Het is mijn vullentje in de bossen van Greendale. Is nog iets? Nieuw paard, akkaltekens, ze zijn mooi. Ze zijn echt mooi. En dan is er een nieuw luisterverhaal van Lisa, waar ik zei het aan het overlopen allemaal. Dus we gaan eens even verder doen. Toen Lisa en ik dit veulen vonden, was hij op sterven na dood. Dankzij de helende kracht van de sterrenkring komt hij er weer bovenop. Maar het is niet vreemd dat hij hongerig is. Wat mag hij eten? Aan de bomen hier groeien de heerlijkste jonge bladeren die ik elk paard zou aanraden. Maar zo'n jong vullen moet nog door zijn moeder gevoed worden. Ik mag dan heldhaftig en onsterfelijk zijn, maar dat is iets wat ik niet kan.
Het zou mooi zijn als we een fokmerrie konden vinden die in plaats van zijn moeder voor hem zou zorgen. Zodra Lisa terugkomt, nemen we hem mee naar Herman in de Jorvikstal. Die gaat zeker goed voor hem zorgen, want dat heeft hij voor mij ook altijd gedaan. Ben jij opgegroeid bij de Jorvikstal? Ik wil ik al die andere dingen ook lezen. Ik pak nu altijd de bovenste, maar... Ik ben in de wildernis van Jorvik geboren, maar ik bleef net als deze kleine knul hier alleen achter. Herman heeft me gevonden en me als veulen geadopteerd. Eerlijk waar, ik herinner me niet veel van mijn leven voordat ik Lisa tegenkwam. Ik herinner me wel de avonturen, wind door mijn manen galopperen door het onbekende en mijn dappere soul rider die altijd bij me was. Je zou kunnen zeggen dat ik van nature wild ben. Ik wil niet opgesloten worden. Gelukkig heb ik een soul rider die dat begrijpt. Misschien komt het doordat we hetzelfde hebben meegemaakt, dat Lisa en ik altijd een klik met elkaar hebben gehad. Daarom geeft ze ook zoveel om dit jonge veulen. Wat bedoel je? Kijk, ik wil eigenlijk al die onderste dingen ook lezen, maar ik ga leren. Sorry, dat had ik niet mogen zeggen. Lisa en jij zijn goede vrienden, ze zal je dit vast een keer vertellen. Hinnik, maak je geen zorgen. Kleine, ik ben bij je. Ze is terug. Bedankt dat jullie me hebben geholpen om voor hem te zorgen. Ik hoop dat hij nu begrijpt dat hij nog steeds vrienden heeft waar hij op kan vertrouwen. Heb je iets gevonden? Kijk, ik wel echt, dat ik vind dat mijn tante is dat niet. Dat heb ik geregeld. Het veulen is nu belangrijk. We moeten ervoor zorgen dat iemand hem adopteert die hem kan begrijpen. We moeten hem meenemen naar Herman. Hij is altijd aardig voor ons en ik weet geen betere plek voor een verlaten veulen dan dat een thuis nodig heeft. Dus we moeten naar de Jorvikstal. Oké. Waar staat mijn peert? Moet ik op Starshine rijden of wat? Nee toch? En mijn peert is weg? Nee. Oké. Hij stond daar na Starshine. Oké. Naar de Jorvikstal dus. Oké. Normaal gesproken zou ik je uitdagen voor een race naar de stal, maar laten we ervoor zorgen dat die kleine ons kan bijbenen. Ga ons voor, Olympia. Oké, we gaan. Alleen als je dat liedje zingt. Ah ja, oké. Het is een mooi liedje, hè? Oké. Het liedje speelt. Ik hoop dat er daar geen dinges op zit. Geen copyright. Mag niet te snel, zeker? Of moet ik nog iets doen? Nee. Ze volgen ons gewoon, nee. Oké. Daar gaan we. Nee, dat is mooie muziek, hè? Altijd van Lisa. Moet ik kijken of ze mee zijn of niet? Zijn mee? Oh, cool! Ze zijn er. This is for you. Oké. Okay. Niet te snel gaan zeker. Moet hij naar boven. Zijn ze bij? Ja. Mooi. Zijn ze nog mee? Zo so cute. Niet te doen, hè? Het gaat luid genoeg in de dingen. Herman, ga ik door het stadje? Ja, hé. Ik kan beter oversteken. Gaan ze dan volgen? Waar is de jarlijn of niet? Ja, ik ga overal volgen.
Ah, omdat ik het makkelijk vind om er dwars door te rijden dan hier nu aan de zijkant. Oké, zijn we er? Oeps. Hey Olympia, Lisa en Starshine. Wat leuk dat jullie eens bij die oude Herman langskomen. Zal ik maar een pot thee zetten? Het is fijn om je weer te zien, Herman, maar dit keer hebben we iemand bij ons die jouw hulp meer nodig heeft dan wij. Zie, Lisa is helemaal veranderd. Hé. Bij mij, als ik Lisa uit Pandoria ga gaan redden, ziet ze er helemaal anders uit. Maar dit keer hebben we iemand bij die al helemaal meer nodig. Oh, zo cutie poepke. Zeg, wie is deze kleine vriend? Ik mag dan oud zijn, maar mijn zintuigen voor paarden werken nog prima, tenzij speciaal. Let op mijn woorden, dit veulen is een sterras. Een sterras? Net als jij, Starshine? Sterrassen zijn paarden met bijzondere lotsbestemming. Ik vraag me af wat de toekomst voor hem in petto heeft. Cool. We hebben verschillende lieve fokmerries die onlangs zijn bevallen. Ik weet zeker dat een paar merries best een veulen willen adopteren. We gaan hier goed voor je zorgen, kleine knul. Aangezien jij hem hierheen hebt gebracht, Lisa, moet jij ook maar een naam voor hem verzinnen. Weet je er eentje? Allee, Lisa. Texas. Ah, Texas Bluebell. Zo gaat haar verhaal. Oké. Okay. Zijn naam is Texas. Cool. Het verhaal... heet zo. Cool. Dit is voor jou afgerond. Hey, Lisa. Cool, dit. Is hij een sterras? Ik vraag me af of die kleine Texas ons onbewust naar hem heeft geleid. Ik weet dat het goed komt met hem, maar ik vraag me echt af wat het lot voor hem in petto heeft. Ik hoop dat hij iemand vindt waarmee hij een goede band kan opbouwen. De band tussen mens en een sterrenras is soms het mooiste avontuur dat je kunt beleven. Dat is het in ieder geval voor mij en Starshine. Klinkt ik nu sentimenteel, Olympia? Ha, misschien wel, maar zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Ik voel me in ieder geval een stuk beter, alsof een last van mijn schouders is gevallen. Bedankt voor alles, Olympia. Ik zie je wel weer. Oké, Lisa. Bye. Oh, dit was cool. Dat vulentje, het is nu wel weg. Kunnen we het nog ergens zien? Nee. Ik denk... In de arena. Wat bedoel je? Die grote bak. Die grote bak? Maar ik denk het niet. Ik denk dat Herman het ergens gaat meegepakt in naar een fokmerrie dat we niet kunnen zien. Nope. Goed. Och, dat is hier nu zo lelijk. Ik mis zo erg de setting van die open... Is mijn lievelingsacademie uitgekomen? Welke was jouw lievelings? De grijze. Nee. Wow. Is het er niet bij nog? Nee, ik kom later dan waarschijnlijk. Ik denk er maar drie. De Perlino, Isabelkleurige en de roetbruine Isabel. Oké, ik moet dat straks met de video bekijken, want ik ben er al langs geweest. Goed, even zien. Dus dat hebben we gedaan. Nieuw paard in Star Stable Horses, dat had ik al gezegd. Het is Noord-Zweed, die dus in de app zit. Ah, het is dat vriendje die in de app zit. Ga ik kijken. Kun je eigen paard... Harten dievelen van... De vacht van dit hele speciale paard wordt Texas Bluebell genoemd. Als je het luisterverhaal met dezelfde naam beluistert, kom je er misschien achter waarom dat zo is. Dit speciale paard is geen wild Jorvik paard. Het is een Noord-Zweeds veulen. Ziet? Het is inderdaad dat paardje, dat veulentje die in de app is. Deze unieke paardenwacht is maar tijdelijk beschikbaar. Zorg ervoor dat je deze wacht voor 1 juli overzet naar Star Stable Online als je wil. Ja, we gaan dat moeten doen, hè. Oh, dat kan niet meer. De iPad is kapot. Ik ga proberen te herstellen dan.
Oké, dus volgende week heb ik al gezegd, gaat over dat springsetje. Daar heb ik het al over gehad. Spirit die weggaat. De paardenmaat is gesloten. En ze hebben het ook nog eens over het Star Stable startscherm. That's it. Ik ga eventjes het luisterverhaal dat ze zeggen... snap het al. Het is dus echt een luisterverhaal, een mp3 eigenlijk. Ik ben hem al aan het downloaden van Texas Bluebell. Is enkel in het Engels en het Zweeds verkrijgbaar. Dus misschien ga ik het toch eens bekijken of ik het kan vertalen voor jullie. We gaan eens even zien. Of misschien doe ik dan een aparte video. Ik ga het even aanzetten en we kunnen dan nog zien als ik het in een aparte video ga doen of niet. Oké. Zo. Eens eventjes zien. Maar eens even kijken. Als ik dat er kan bij doen. Want ik weet niet als die automatisch gaat starten nu. Ik heb... Ja. Texas Bluebell. A Star Stable Short Story, part of the Soul Rider series, by Grena Dahlgren. Oké, dit was het begin van het luisterverhaal. Ik ga een aparte video doen, ik ga het vertalen voor jullie dan. Goed, cool. Ik vind het al bij allemaal een leuke update. Ja. Want ik vermoed dat dit veulentje een start is van een nieuwe storyline. Want waarom heb je weer zo'n speciaal paard nodig? En ze hamert heel de tijd op zijn lotsbestemming. Wat is zijn lot? Wat is er voor hem weggelegd? Dus ik denk dat er daar toch nog iets meer, dat we nog terug gaan horen van dat veulentje. Het zou inderdaad wel cool zijn, moesten we hem kunnen uit de app halen. Maar misschien kan ik de app downloaden op je telefoon. Dat kan toch? Wel, dat gaan we zo doen. Goed. Oké. Goed. Tot zover de update video. Dan was leuk. Het is tof. Ik vind het leuk. Dan zou ik zeggen, Lisa en ik zwaaien. Maar ik denk dat ik de enige ga zijn die zwaai. Toch. Dan zeg ik dankjewel voor het kijken. Doe alvast duimpjes omhoog als jullie dit ook super leuk vinden. En uitkijken naar het luisterverhaal. Of jullie dat tof gaan vinden. En dan zeg ik tot de volgende keer. En vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal. En vandaag komt er waarschijnlijk dus nog een video online over de Sims. Sims 3, denk ik. Het oud gezinnetje gaan bezoeken. Oké. Tot de volgende keer. Daag!